Wat zei je? Niks. Ik zei niks. Ik ben stom op je bek, hoor. Ja? Hoe dan dan? Kom maar op. Auw. Kutte kop. Lex, waar is dat knopje voor? Ik denk om de stoel recht te zetten. Ja, weet ik zeker. Nee, toch niet. Is dat niet om stewardess te roepen of zo? Nee, om die man te roepen. Oh, dat is het. Roep de bonkige man en neuk me alsjeblieft kaart in mijn reetknopje. Denk het. Oh. Ik ga op de stoel ruilen. Hij was. Niet bang wezen. Hey. Auw. Auw. Hey. Ik ben echt bang, hè? Zo de wiet erop. Je weet waar ik kan slaan, hoor. Ja, nee, ik weet vooral waar je terecht kan komen met ongecontroleerbare bewegingen van je. Hey. Blijf van me af. Ik roep de stewardess, hoor. En die zet je overboord. Echt niet. Dan word je gekielhaald. Echt niet. Wel, dan word je haaien voer. Echt niet. Echt wel. En anders doe ik het zelf. Je kan hem weer niet laten, hè? Vieze peuk. Je hebt toch geen scheet gelaten, hè? Oh nee. Ik werk er erg hoor. Nee, ik heb niks gelaten. Ik rook er echt in. Ja? Dan wist je het niet meer zeker die vieze rikooi. Je was het wel. Foule viezerik. Ja. Nu gaan we in de Kostas. Zijn we er klaar voor met die baard van ons? Ik denk dat ik me eerst eens moet douchen. Ja, dat sowieso. Dat is al lang geleden. Ja, we gaan chickie scoren, jongen, hier op de Costa. Oh. Echt niet? Nee, jij niet, nee. En als ze die baard zien, denken ze, de kerstman, of ze rennen hard weg. Ja, de kerstman. I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. We send the clock. Ja. Dit is allemaal. Rioja, gazing at the stars of San Antonio Bay, thought that I might spend some time and spot a little senorita, talk her into dancing and romancing in the old Spanish way, making love at the hot Tienda. Few miles are going through all of the black Spanish air. The little whispers that come from my mouth in the tongue of the South Spanish coast knock me out, and without any doubt I'll be hanging about when I know that she's there all summer long. Goed, nou zijn we dus in Spanje, maar wat gaan we doen? Op de kaart kijken. Ja, en dan? Dan gaan we naar Gibraltar rijden. Ja. Kijken of we Lidl tegenkomen. Onder. Lidl! Gaan we naar Lidl? Ah, Lidl! Ik heb het zo gemist, jongen. Lidl. Het eerste wat je doet, wat je koopt als je weer terug in Europa bent.
Bier natuurlijk. En chocola en whisky. Wat? Oh. We kunnen ons geluk niet op 2,5 maand ontzien. Ik ben zo gelukkig. Ik ben zo intens gelukkig. Echt waar? Heb je het zo gemist? Ja. Ja. Kindje. Nou is het kindje blij, hè? Hey, en je kindersurprise, heb je die al op? Hm? Heb je kindersurprise al op? Wat is een kindersurprise dan? Wat staat erin bij jou? Ik had een puzzeltje. Dan moet ik hem om. Je hebt hem toch wel opgegeten, hè? Ja, een puzzeltje. Ja, dat moet altijd, hè. Als je een puzzeltje hebt in een kindersurprise, moet je het opeten. Ik heb nog geen kindersurprise gehad. Ik heb lekker stiekem moet ik al. En chocola. Het lijkt normaal zo kort geleden. En dat we naar de overkant varen. Weg een kindje ook, hè. En niet wetend wat ons te wachten stond. Nu weten we het. Yeah! Ja, het voelt zo anders. Ik voel me zo meer volwassen. Misschien komt het door dit ding. Maar het is moeilijk om het uit te leggen, maar dat gevoel. Is dat net zoiets als die stukjes die in de chocola zitten? Dat zat er eerst nog niet. Nou. En dat zit er nu wel, maar dan van binnen. Hey, kan ik daar even mooi van worden? Is dit nu later? Is dit nu later? Als je groot bent, een diploma vol met leugens. Waarop staat dat je volwassen bent? Is dit nu later? Is dit nu later, als je groot bent? Ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later? Het eerste waar je in terecht komt als je Europa binnenrijdt. File. Dat kennen ze in Marokko niet. Nou ja, ik heb in Marokko ook in aardig in de file gestaan. Oh ja, waar dan? Marrakesh. Dat was geen file, man. Dat was gewoon chaos. Oh, dat was gewoon verkeerschaos, maar dit is file.